Ja, wij zijn echt heel opgelucht met het nieuws. Hè. Ongelooflijk blij. Ja, eindelijk. Eindelijk kunnen we terug ademhalen en van ons leven genieten. Kijk, eind jaren 90 zijn we hier in Vitabis komen wonen voor de rust hè, en voor de prachtige natuur. Wat dat dan niet lang uitduurt. Maar waren we nog maar hoe en wel uitgepakt? Of er staat daar een gigantische baby in ons hof. Een baby. Kijk, ons Nadine heeft daar na al die jaren nog altijd schrik van. Hè. Kiekenvlees. Ja, in eerste instantie zie je natuurlijk dood ongerust. Ja, je die ouders contacteren, dus bij een rondbaal. Maar niemand kende je die baby. Ja, kijk, ik ben nu niet de man van de complottheorieën, hè. Maar ik bel naar de Lu, dat is de burgemeester van Vitabis. Ik vraag, weet hij wat dat is? En hij komt af met van die smoesjes van door een verhuis is ons archief verloren gegaan. Come on. Ja, en wij zijn dan ook even verhuisd naar een echt rustgevende plek. Naar Prins. Maar iemand kost met zijn poot niet van mevrouw afblijven. En ze vond het nog plezant ook. Rustig, schat. Ja, ondertussen zitten we er wel mee, hè, met die baby. Dat blokkeerde ons licht, dat blokkeerde ons zicht. Maar kijk, na 5 jaar was er plots weer een lichtpuntje. Hè, want ik keek door het raam en ik zag 2 beren. Och, dat was een wonder. Dat was waarom we naar hier kwamen wonen, hè. Voor de diertjes. Ja. Maar dat duurde nog geen minuut of dat monster begon die beren op te fretten. Dat is ongelooflijk. Elke dag minstens 4 van die beren in zijn bakkes. Hè. En weet je wat hij soms doet? Hij pakt er 2 te samen en hij wreef totdat er alleen nog maar kruimels overbleven. Statist. Ik begrijp nu waarom dat wij bijna 20 jaar later onze oren bijna niet kunnen geloven. Ja. Ze komen dan bijna aan de baby. We zijn er vanaf. Kijk daar. Een eend. Wat is dat? Wat is dat?